Kijk, het café, dat is eigenlijk een soort bühne die gebouwd wordt. Snap je? Kijk, het woord café zegt iets over de laagdrempeligheid, maar in feite is elke locatie die je kan bedenken, een tent, een café, een ziekenhuis, een verzorgingshuis, een wijkcentrum, een theater. Ik heb ook al eens in een theater het café gezien, geweldig, in Kampen was dat. Maakt niet uit. Als je maar in die locatie, zeg maar, houvast biedt en veiligheid biedt, gezelligheid biedt, nou, en dan heb je het al. Het moet aangekleed worden. Er moeten dingen versjouwd worden. Er is een catering. Er is een bühne. Er moet aan geluid gewerkt worden. De gasten moeten gerustgesteld worden. Er zijn tafeltjes waarin mensen even moeten zitten om te luisteren wat er aan de hand is. Dus je hebt, nee, laat ik zo zeggen, alle dingen die je als gespreksleider zou willen beheersen, moet niet. De gespreksleider doet mee aan het programma en zorgt ervoor dat de gast en de zaal tot hun recht komt in het onderwerp. En voor de rest moet die kunnen vertrouwen op al die vrijwilligers die daarvoor staan. Dus als je die vrijwilligers niet hebt, nou dan heb je een hele zware klus om die avond tot een goed einde te brengen. Dus de vrijwilligers vormen echt de basis van het café die daar verder vanuit opgebouwd kan worden. Waaronder de gespreksleider een hele belangrijke rol speelt. Ja, Wat kan maar je je nog? doet het samen. Je, Kijk, het is een het samenwerking. is een samenwerking. Ook een samenwerking, dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Het is niet alleen een samenwerking tussen de gespreksleider, de werkgroep die erachter zit en de vrijwilligers. Nee, het is een samenwerking tussen iedereen die het café organiseert en de mens met dementie zelf Juist. en de familie. Vandaar dat je ze ook, en dat wil ik ook echt wel goed benadrukken, het klinkt gek in wat ik zeg, maar je mag best je doelgroep gebruiken om het onderwerp vorm te geven. En ik wil ook nog iets zeggen, want anders, we hebben er niet over gesproken nog. Kijk, mensen met dementie in de cafés is heel belangrijk. Maar natuurlijk ook de partner en de dierbare, of noem het, enzovoort. En als je analyseert wat er gebeurt bij familie, bij een dierbare van iemand met dementie, dan zijn zij ook slachtoffer van een psychotrauma. Want ook hun leven raakt ontwricht. Ze voelen zich vaak machteloos en ze voelen zich emotioneel ontredderd. Dat is een hele klus. Plus, heel belangrijk, dat eigenlijk op het moment dat die diagnose wordt gesteld, je eigenlijk weet, althans meestal nog niet weet, maar dat wordt je dan langzaam duidelijk, dat je eigenlijk in zijn algemeenheid, individueel, is het soms een ander verhaal, van elkaar gescheiden raakt. Dus eigenlijk is zo'n café ook een soort ritueel waarin je leert omgaan met het feit dat je elkaar zwart-wit genomen kwijtraakt. Los van het feit dat je ook vaak hoort dat intimiteit toeneemt, dat het enzovoort enzovoort. Maar in de regel raak je verwijderd van elkaar. Samen onder één dak, maar dan wel alleen, enzovoort. Nou, dat betekent dat familie ook een verwerkingsproces heeft en eigenlijk ook een rouwproces doormaakt. Plus, en dat wil ik ook echt benadrukken, wat het extra moeilijk maakt voor familie, is dat ze niet alleen zelf in een rouwproces zitten, maar dat ze ook het toeschouwer zijn van de ramp die je partner overkomt, met alle onmacht van dien. Dus ik denk ook dat er wel wat afgeruzied wordt onder één dak, zonder dat je in de gaten hebt wat er aan de hand is. Vandaar dat in het vaste programma van een café ook hoort te zitten, wat gebeurt er nou psychologisch bij familie? Zodat ze weten en kunnen benoemen wat er speelt, waardoor ze het makkelijker kunnen hanteren. Dus er gebeuren wonderbaarlijke dingen als je ze maar een veilige omgeving biedt met houvast waarin ze, nog iets belangrijks, waarin ze ook anoniem kunnen blijven. Dus mensen met dementie hoeven ook niet altijd aangesproken te worden. Snap je? Die moet je ook soms met rust laten. Want als je ze aanspreekt, komen ze niet meer terug. Of als je ze een bloemetje geeft, komen ze terug. Dat is allemaal wat je zelf kan bestieren. Dus die laagdrempeligheid geeft ook een stuk veiligheid. Exact, Ja, exact. Ja. juist waar men zoveel behoefte aan heeft. En ik hoor je ook zeggen dat het heel belangrijk is dat er in het café ook echt aandacht is voor het verwerkingsproces, rouwproces, het leed, hè, als er sprake van is, voor de mantelzorger of familie of de dierbaren van de persoon met dementie. En dus die Oké. staan ook centraal in het café, als ik Exact. jou beluister.
En wat maakt het vooral fantastisch, die avond? Nou, dat je ziet dat mensen blijven zitten. Mm-hmm. Dat ze in een situatie zitten waarin toch veel wordt geleden. Yeah. Thuis en datgene wat nog gaat gebeuren. Yeah. Toch daar zitten, gemeenschappelijk. Mm-hmm. Praten met vrienden. Eten, drinken, toch opgelucht weggaan. Yeah. En dan zeggen dat ze de volgende keer weer terugkomen. Mm-hmm. Enzovoort. Dus dat je in een situatie die toch extreem moeilijk is, tot op zekere hoogte, mm-hmm, het toch een leven kan leiden waarin je je toch gelukkig kan voelen. Ja. Yeah.